Je kan veel dingen voor vinden en plantjes vinden. Zo'n 300 basisscholen in Zuid-Holland gaven dinsdag buitenles. Op initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton trokken de kinderen en hun leerkrachten naar buiten voor de Nationale Buitenlesdag. Nou, het gaat vooral om een activiteit die we buiten doen. En vandaag hebben we stoeplantjes. En het leuke is dat het voor de kinderen een soort speurtocht is naar stoeplantjes. En tegelijkertijd leren ze wat voor een stoeplantjes er allemaal zijn. Dus het leuke is, we zijn buiten, het is speels en ze leren er wat van. En ze zijn heel enthousiast. Ze gaan heel enthousiast overal in alle kleine hoekjes zoeken. En het is echt leuk om te zien. De frisse lucht is sowieso belangrijk. Dat ze gewoon lekker buiten kunnen zijn. Maar ook gewoon de energie die ze even kwijt kunnen. Het is best wel lang, een hele dag in de schoolbank. En dan is het leuk als ze even iets anders kunnen doen. En dat kan in de klas zijn, bewegend leren in de klas. Maar dat kan ook gewoon lekker buiten zijn. En met dit weer wil iedereen naar buiten. Hamza uit groep 5 onderzocht de lokale flora. Hier zit zo'n kaart waar we helemaal moeten aanstrepen. Alle plantjes. En er staan ook namen bij. Juf Judith kijkt tevreden terug op de buitenlesdag. Ik denk dat we het vaker gaan doen, want op de website van buitenspelen stonden hele leuke ideeën. En dit is met behulp van natuureducatie. Gelukkig, want ik weet niet zoveel van stoepplantjes. Maar op de website staan ook leuke ideeën voor spelling, voor taal, voor aardrijkskunde. Dus zeker voor herhaling vatbaar.